Het is net of we een strop om ons nek hebben. En die wordt steeds strakker aangespannen. Het is net of we op de binnenplaats van een gevangenis staan. Geen markt vandaag op plein 4045 in Nieuw-West. De marktondernemers staakten namelijk. Sinds jaar en dag beginnen ze rond 6:30 ochtends met uitstallen. En dat mag al een tijdje niet meer. Omwonenden zouden geluidsoverlast ervaren. Ze zijn pas vanaf 7:30 welkom. Als je om 7:30 mag beginnen, dan mag je blij zijn als je rond 8:15 achter je stal bent uitstallen. En dan ben je rond 10:00 klaar. Dat is de halve dag voorbij. Nou, dat heeft geen zin meer om te komen. Als jij al 7:30 begint en de meeste dingen beginnen al om 8:00 te komen op de markt. En dan ben je nog niet uitgepakt. En dan moet je en verkopen en uitstallen. Dus dat gaat allemaal niet samen. Dat wordt allemaal lastiger en moeilijker. Een brief van de marktbeheerder aan de marktondernemers, waarin hij nogmaals benadrukte niet eerder dan 7:30 te beginnen met uitstallen, zette kwaad bloed bij de marktkooplui. Ze komen persoonlijk zaterdag, komen ze persoonlijk langs met de handhaving. Wie er eerder een balk pakt, of een bokje, of iets doet aan zijn marktkraam, die krijgt een officiële waarschuwing. En de volgende officiële waarschuwing is een week schorsing. Ik krijg meer geen zin om hier te werken. Er worden ook handhavers bijgehaald, ook om, voor ondersteuning van de marktmeesters. Dus het is steeds vervelender, het wordt steeds vervelender. En dus gingen ze verhaal halen op het stadsdeelkantoor. Het gaat nergens meer over. Het is net of we op een binnenplaats van de gevangenis staan. Verantwoordelijk bestuurder Sandra Doevendans ging in gesprek met ze. Ze heeft de klachten aangehoord en zegt er volgende week op terug te komen.